Tijdens zijn recente sorry-interview met RTL Boulevard heeft Matthijs van Nieuwkerk voor opschudding gezorgd door zijn opvallende verschijning. Albert Verlinde uitte zijn verbazing over de nieuwe look van de presentator, waarbij hij zelfs de term lijk gebruikte. Verlinde benadrukte dat het niet normaal was hoe Matthijs erbij zat tijdens het interview en merkte op dat hij eruit zag als iemand die overleden was. Wilfred Genees schrok eveneens van het bleke voorkomen van Matthijs en vergeleek hem zelfs met een opgebaard persoon. Bij Vandaag in Site deelde Albert Verlinde zijn mening over de situatie en benadrukte dat Matthijs zijn eigen keuzes moet maken, maar dat bij RTL iemand had moeten ingrijpen. De foto van het interview gaat volgens Verlinde Matthijs blijven achtervolgen en is verschrikkelijk. Johan Derksen viel op dat Matthijs akkoord is gegaan met deze setting zonder de gebruikelijke goedkeuringsprocedure voor krantenfoto's. Angela de Jong, Bekend van de zestafel, deelde in de Admedia-podcast de vergelijkbaar geluid en gaf aan geschrokken te zijn van Mathes' uiterlijk. Ad-opiniediva Angela de Jong en podcasthost Manuel Venderbos speculeerde over de mogelijke oorzaken van Mathes' grauwe uitstraling. Venderbos suggereerde zelfs dat het onderdeel zou kunnen zijn van een strategie om zieliger over te komen.